Hoi, beste kijkers. We zijn weer onderweg voor jullie en hotelkamercheck gaat het anders doen deze keer. We gaan naar het plaatsje Drijbel. Drijber. En we gaan naar een camping. Camping De Stal. En daar gaan we logeren in een pipowagen. We gaan jullie straks zien. En je weet het, na het kijken, even liken, hè? Goedenavond, kom binnen in het huisje van Pipo. Kijk eens, koffie en thee faciliteiten, alleen geen koffiezakjes hier. Roze. Oh ja, daar kijk, daar zit het. Wat is dat? Dat? Koffie en thee, alleen geen koffie. Thee, koffiemelk. Koffiemelk. En filterzakjes. Filterzakjes. Ik zie daar kaarsjes, sinaasappelpers, handpers. Een ouderwetse cd-speler. Een hele mooie klok. Nou, dit is wel lekker. Spiegeltje. Hier staat, een spiegeltje. Hier staat een ventilator. Extra water. Althans, voor waterhaal. En een 2-pits kookstroom. Dus je kan niet koken. Met een vriesvakje? Oh nee, of wel? Ja, daarbovenin. Ja, ja, en soort doet het van. Ook nog. Nou, kijk eens. Nou, lucifers, blikopener. Kaartspel. Pannetjes, jeze. Ja hoor. Het is snijplanken. Je hoeft niks mee te nemen, zie je dat? Zelfs om het af te wassen en zo, alles zit hier. Elektrische vliegerding. Ja. Dat is wel heel handig, je hoeft niks mee te nemen. Een kampeeruitrusting. Je hebt ook handdoeken. Theedoeken. 2 stoeltjes, tafeltje. Ja. Barst in het raam. Ja, er zit een barst in. Nou, het is een bankje. Als het echt koud wordt, een extra deken. En een bedstee. Maar die gordijntjes kunnen ook echt dicht. Ja. Probeer eens. Kijk maar. Oh ja. Hier zit een spin. Oh, dat is ons huisdier. Ons huisdier. Je mag de auto gewoon hier bij de pipowagen parkeren. Er is wel een trappetje, dus als je slechte been bent, dan weet je dat even. Ja, dan moet je die nemen. Zie je dat? Ja, zijn ook grappig. Nou, daar is het... toiletgebouw. Ja, toiletgebouw. Gaan we straks even van binnen bekijken. Het is dus echt dicht bij de pipowagen, dus dat komt wel goed uit. Nou, kluk kluk. Ja, mama Lou. Mooi hoor. Ja, leuk. Ja. We gaan straks even een rondje over de camping doen. Ja. En het toiletgebouw van binnen bekijken. Is goed. Oké. Kijk, kun je water halen. Dit heb je
Het pipowagen, ken je het wel? Doucheruimte. Nou, schoon. Ja, het toilet is ook heel schoon. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Drijber Camping De Stal, vanuit onze pipowagen. Ja, heel anders als wat jullie gewend zijn. En het is jammer dat we geen trekhaak achter de auto hebben, anders hadden we hem aangehaakt en meegenomen, want dit was wel echt heel leuk. Zo'n gezellig klein huisje, ja, echt leuk. Hartstikke leuk. Ja. Nou, laten we beginnen met het slaapcomfort. Heerlijk geslapen, goed bed en wakker worden met vogeltjes om je heen, hè? Ja, alleen de gordijntjes die verduisteren niet zo heel erg. Dus ik zou het fijn vinden, ja, als er bijvoorbeeld een rolgordijntje of iets, dat het wat meer verduistert. Ja. Het zal misschien al een tip voor als je hier naartoe gaat, neem even een knijper mee. Dan kan je de gordijn bij elkaar knijpen. Want ja, je ligt er eigenlijk als het ware een beetje tegenaan. Dus het gaat steeds ook open. En dan, ja, dan komt je er toch een beetje licht door en dan kan je van wakker worden. Ja, maar het is niet zo heel erg hoor. Je krijgt er wel gratis wat kleine huisdiertjes bij. Ja, wat oren, kruipers en spinnen en zo. Maar ja, goed, dat hoort er een beetje bij. Ja. Dat geeft niet. De badkamer. Nou, die zit hier aan de overkant. Ja. De douchruimte is schoon, groot. Groot in ieder geval ruim. Ruim, want je kan gewoon lekker je omkleden. En dat gaat allemaal prima. Ja, lekkere douche, lekker warm met een verstelbare douchekop nog. We hadden gisteren afgesproken met de eigenaresse van het terrein. 9:30 ontbijten en ja hoor, ze kwam met een mandje aan. Ja. En heel uitgebreid. Ja, het ontbijt. Ja, daar hebben we ook opnames van. Oh ja. Goedemorgen. Het ontbijt is net gebracht. En we hebben koffie gekregen. Die hebben we zelf gemaakt. We kregen alle ingrediënten om koffie te maken. Zat kregen we. Nou, er is ontzettend goed rekening gehouden met vegetarisch zijn. En de vleeseter hier onder ons. Ja, het is van alles. Broodjes, croissantjes. Heerlijk hoor. Sherry. En voor jou een gekookt ei. Ja. Nou, dat wordt lekker ontbijten. Met de koeien op de achtergrond. Ja. Ja, heerlijk toch? Dat is toch geweldig zo ontbijten. En dat was allemaal lekker. Lekker brood en van alles genoeg. Ja. Als we het even hebben over het personeel, de enige die we tegenkwamen was natuurlijk de mevrouw die ons had ontvangen. Maar zo gezellig, zo aardig, vriendelijk. Gisteravond werden we uitgenodigd op de koffie. Ja. Dan zit je gewoon met haar en nog wat andere campinggasten lekker aan de koffie. Nou, hartstikke gezellig. Ja, heel toegankelijk. Echt leuk hoor. Ja, absoluut. Ja. Gisteren hebben we ook nog een rondje over de camping gelopen en hebben we ook gefilmd. Kijk maar even. Ja, dus ook voor kinderen is er veel te doen. Want je zag van die trapkarretjes en leuk. Gewoon hartstikke leuk. Ja, allemaal speeltoestellen en dieren ook. Zwijntjes en dat was konijntjes en zo. En ja, je zag ook de omgeving. Het is allemaal weilanden. Zou je van fietsen en wandelen een perfecte plek om vanuit deze plek te gaan wandelen en te fietsen? Hogeveen is in de buurt en Westerbork. Westerbork. Daar ligt het eigenlijk een beetje tussenin. De faciliteiten.
Nou, misschien zag je net al, er is een pingpongtafel. Ja, verder, het is natuurlijk een camping, dus het is een kleine camping. Ja, verder is er... Het heeft geen zwembad of zo? Nee, dat is allemaal geen fitnessruimte. Dat is natuurlijk hier allemaal niet aan de orde. We zijn er nog niet, want we hebben het nog niet over de wifi gehad. Oh ja. Je krijgt een code en daarmee kan je dus inloggen op internet. En dat is gewoon prima, echt goede wifi. Want ja, we hebben gisteren genetflixt en dat ging heel goed. Ja, op het bankje hebben we hier gezeten met de laptop en prima. Ja. Een enkele hapering, helemaal goed de wifi. Wat ik nog even wou zeggen, ja, misschien ben ik een surpiet hoor, maar hiervoor dat plaatsje, dat is best wel veel onkruid. Ik wil eigenlijk wel de conclusie trekken. Ja. Ruim voldoende zijn. Ja, ruim voldoende. En echt wel een aanrader. Ja, je moet dit echt een keer doen. Het is zo grappig. Een hele leuke ervaring. Ja. Dus, Het was leuk. Aanrader. Hey, tot ziens weer. Tot ziens. Doei.